Vandaag wil ik graag met jullie over het vluchtelingenbeleid praten. Maar ik wil ook het liefst met jullie jullie perspectieven en ideeën horen. Want ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om actie te voeren. En een wereld zonder grenzen te verwezenlijken. Maar eerst wil ik het een en ander hierover vertellen. En wellicht kan dat bijdragen aan een rijke discussie later. Nou, om te beginnen, wat is een vluchteling? Vanuit juridisch perspectief worden de verschillen gemaakt tussen asielzoekers, migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Maar mensen die vanwege honger snood vluchten, worden bijvoorbeeld juridisch niet als vluchteling gezien. En daar ligt al een probleem. Mensen laten hun familie, vrienden en vertrouwde omgeving echt niet zomaar achter. Dus ongeacht of iemand door honger, onderdrukking, oorlog of vreselijke uitzichtloosheid vlucht, zouden wij ze allemaal vluchtelingen moeten noemen. Nou goed, zoals jullie weten zijn de meeste rechten ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog. Juridische vluchtelingen hebben dus recht op opvang, medicijnen en eten. Maar deze rechten zijn niets waard als de landen waar ze naartoe willen vluchten het hen onmogelijk maakt om daar binnen te komen. Maar ook belangrijk is het ontstaan van het VN-vluchtelingenverdrag. Met name het besef dat koloniale landen over het algemene debat voerden. Terwijl de gekoloniseerde delegaties volledig werden uitgesloten, dus als het ware tot zwijgen werden gebracht. Hoewel de meeste delegaties de universele vluchtelingendefinitie bij VN steunden, eisten verschillende machtige delegaties dat deze zouden worden beperkt tot Europa. Met deze eis negeerden delegaties vluchtelingen elders strategisch en gaven daarom voorrang aan het Westen boven de rest. Terwijl echte vluchtelingen werden geframed als iemand uit Europa of in Europa, werden koloniale anderen irrelevant gemaakt. Bij de totstandkoming van het internationale vreemdelingenrecht. Met blijvende gevolgen voor het functioneren tot op heden van het verdrag. Dus vluchtelingen zijn als het ware overgeleverd aan de hulp van anderen. Omdat het beleid bewust is gemaakt dat mensen niet op een normale manier een land voor veiligheid binnen kunnen komen. Ze worden vaak ontvoerd om losgeld of gedwongen tot werk dat gelijk staat aan slavernij. Of worden verkracht. En komen ook veel vluchtelingen om het leven. Wanneer ze een boot nemen om veiligheid te zoeken en het bootje zinkt. Of ze komen in detentiecentra terecht. Tijdens een vlucht vallen mensen vaak in handen van mensensmokkelaar. En criminele bendes die hen slecht behandelen en uitbuiten. Het zijn dus inhumane acties die regeringen toelaten ondanks het vluchtelingenverdrag. Maar dit is wat er gebeurt in een kapitalistisch systeem waarin winst belangrijker is dan mensenlevens. En medicijnen en voedsel niet verdeeld wordt naar de behoeften van de gewone mensen, maar naar de behoeften van een kleine kliek aandeelhouders. Door de strijd van grondstoffen, nationalisme en imperialisme ontstaan er continu oorlogen en conflicten. Dus in een kapitalistisch systeem zullen er altijd vluchtelingen zijn. En wat betreft de Nederlandse situatie, velen zullen wel weten hoe onmenselijk het eraan toe gaat in asielzoekerscentra en aan de grenzen van Europa. De Apel heeft getoond hoe onmenselijk en schaamteloos wij ons vluchtelingenbeleid voeren. De onmenselijkheid is openbaar en regeringen nemen hun verantwoordelijkheden niet. En als je eenmaal in Nederland moet vluchten, dan ga je de asielprocedure in die ontzettend lang duurt en waarbij er eigenlijk vanuit wordt gegaan dat je ligt. En wanneer ze wel een asielvergunning krijgen, dan worden ze weer als zondeboek behandeld. Dus als het ware bij de woningcrisis die notabene door de overheid zelf is gecreëerd. En als je nog geen asielstatus krijgt, dan heb je de koppelingsbeginsel die dan ingaat. Dat houdt in dat alle wetten met sociale vangnetten in Nederland niet gelden voor jou. Dus je hebt geen recht meer op opvang, geen recht meer op een bijstand, geen recht meer op dakloze opvang, terwijl je als mens basisrechten hebt. Dit koppelingsbeginsel is in 1998 ingevoerd en had twee doelen. Vluchtelingen in Nederland die een status hebben, het leven zo onmogelijk maken dat ze eigenlijk weg willen. En potentiële vluchtelingen in de rest van de wereld die nog niet hier zijn, eigenlijk het zo onaantrekkelijk mogelijk maken dat ze maar niet hier naar Nederland moeten komen. Dat betekent dat gemeentes iemand met honger, die kunnen ze gewoon niet helpen, omdat ze dan geen verblijfsvergunning hebben. En het bewust accepteren dat mensen in nood geen hulp hoeven te krijgen. Als je eenmaal zo'n ondergrens loslaat, dan vergroot je alleen de groep. Dus dan denk bijvoorbeeld aan bijstandsgerechtigden die dan niet meer mag helpen. En ook gedwongen terugkeer is een problematisch. In Nederland blijkt het uit onderzoek van Amnesty Nederland dat de IND te hoge eisen stelt aan asielzoekers om hun identiteit en herkomst te bewijzen. De IND concludeert te snel dat iemand terug kan keren naar het land van herkomst, terwijl iemand gevaar loopt.
Dit betekent dat landen, inclusief Nederland, vluchtelingen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn. Dus waar ze volgens het VN-vluchtelingenverdrag en andere verdragen mag dat niet, omdat dit in strijd is met het principe non-refoulement. Vluchtelingen mogen niet teruggestuurd worden naar hun land van herkomst als zij daar vervolging te vrezen hebben. Dit is nota bene het kernprincipe van het VN-vluchtelingenverdrag. Ook houden landen vluchtelingen bij de grens tegen. Dus ze komen niet eens binnen, een veilig land binnen. Denk bijvoorbeeld aan Frontex, die zogenaamd Fort Europa beschermt tegen vluchtelingen. Op een normale manier een veilig land inreizen, met bijvoorbeeld een visum of bij een grensovergang, wordt hen bewust onmogelijk gemaakt voor vluchtelingen. De regeringen die... Ja. Maar waarom voeren rijke kapitalistische landen zo'n keihard beleid tegen vluchtelingen? In veel landen zijn de vluchtelingen niet alleen ongewenst, maar worden ze ook als potentiële misdadigers en terroristen of terroristen voorgesteld. Dit rechtvaardigt een veiligheidsparanoia die opzettelijk in stand wordt gehouden om de bevolking te verdelen. Maar ook om toekomstige sociale strijdbewegingen te onderdrukken. De Europese landen hebben dus een heel juridisch arsenaal ontplooit om de zogenaamde goede migranten eruit te filteren. Dat zijn diegenen die nuttig zijn voor de waardevermeerdering van het kapitaal. Denk bijvoorbeeld aan kennismigranten. De vluchtelingen, en de slechte vluchtelingen, dus de meerderheid, worden dus aan het lot overgelaten. Volgens demografische en economische behoeften reguleren de verschillende staten en nationale kapitalen het aantal geschikte vluchtelingen die in de arbeidsmarkt kunnen worden geïntegreerd. De vluchtelingenpolitiek in een modern kapitalistisch land is dan ook vrij ingewikkeld. De onderklasse van ongedocumenteerden is namelijk nodig om werk uit te voeren waar men onvoldoende loon wil betalen of waar men geen cao-arbeiders kan vinden. Daarom wordt er relatief weinig gehandhaafd op zwart werk door vluchtelingen. Maar de harde buitengrens is wel van belang. Zo kun je ook makkelijker controleren wie je wel wilt binnenlaten en wie je wil buitensluiten. Plus dan kun je de zondebokpolitiek blijven gebruiken. Blijven zeggen dat de crisis op de woningmarkt, de criminaliteit, de gevoelens van onveiligheid en allerlei andere problemen liggen aan vluchtelingen. De vluchtelingen zijn een kwetsbare groep en kunnen moeilijk georganiseerd terugvechten. En dus makkelijker in een hoek te plaatsen. Ook al was er een mooi voorbeeld van de succesvolle strijd van de We Are Here groepen. Een artikel van Adnan Kan in de Groene Amsterdammer vond ik persoonlijk heel treffend, omdat het de werkelijkheid schetst van een 13-jarige Afghaanse vluchteling in Turkije en de rol die Nederland hierin speelt. In het stuk staat dat vanuit Rotterdam miljoenen tonnen Europees plastic afval geëxporteerd wordt naar landen die een loopje nemen met milieumaatregelen en arbeidsomstandigheden zoals Turkije. Deze 13-jarige had zeker niet verwacht in een plastic recyclingsfabriek te wonen. Maar dit is wat kapitalisme doet. Deze smerige plastic industrie in Turkije kan niet draaien zonder de uitbuiting van al die vluchtelingen die dankzij de EU-Turkije-deal in Turkije vastkomen te zitten. Dus conservatieve en radicaal-rechtse partijen voeren harde actie tegen alles wat met vluchtelingen te maken heeft en proberen daarop verkiezingen te winnen. Vluchtelingen als de perfecte ander passen dan ook goed in een verdeel- en heerspolitieke programma's. Het ontmenselijke is daarbij nodig om polarisatie tussen burgers en vluchtelingen in stand te houden. Maar ook woordgebruik doet ertoe. Om beleid aan te pakken zullen we ook aandacht moeten besteden aan hoe we zelf bijdragen aan het in stand houden van het beleid. Daarom vind ik het persoonlijk heel belangrijk dat we kritisch naar de woorden kijken die we gebruiken. Immers taal geeft vorm aan het handelen en de perceptie van mensen over hoe dingen zijn en wat mogelijk is. Verhalen over migratie staan namelijk vol met woorden met een negatieve lading. Deze taal beïnvloedt de inhoud en informatie over migranten en vluchtelingen. En ook zijn de termen niet altijd correct. Woorden zoals illegale vluchtelingen, economische vluchtelingen, veilige landers, gelukzoekers. Allemaal woorden die helpen aan een ongunstige beeldvorming en polarisatie. Veel mensen in media en politiek bijvoorbeeld zijn het woord illegaal als zelfstandig naamwoord gaan gebruiken. Die illegaliteit slaat dan op de persoon zelf en niet op de daad, namelijk een land op een niet-wettelijke wijze binnenkomen. Dus dat impliceert dat iemands bestaan crimineel is, terwijl mensen niet illegaal oftewel onwettig kunnen zijn.
Maar ook het gebruik van vluchtelingenstroom bijvoorbeeld. Het vergelijken van mensen met waterstromen draagt bij aan het ontmenselijke en wakkert angst voor hen aan. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld metaforen zoals indammen van migratie en het waarschuwen voor een tsunami aan vluchtelingen of vluchtelingencrisis, alsof zij de crisis zijn in plaats van de crisis waar ze uit willen ontvluchten, die notabene vaak ook door het Westen is gecreëerd. Als we ons asielbeleid willen hervormen, zodat het alomvattende duurzamer en menselijker is, moeten we dus opnieuw nadenken over de manier waarop we spreken over de verschijnselen die het aanpakt en de mensen die het treft. Maar wat vinden onze socialisten? Het standpunt van de internationale socialisten is dat alle vluchtelingen welkom zijn. In de woorden van Lenin, wie het proletariaat wil dienen, moet de arbeiders van alle naties verenigen. En het onverzettelijk strijden, zowel tegen het eigen burgerlijke nationalisme als tegen het vreemde. De solidariteit is een van de belangrijkste uitgangspunten van de socialisten. Uit menselijkheid, maar ook omdat we samen sterker zijn. Staan. Dus de bourgeoisie vreest de controle te verliezen over een situatie die steeds chaotischer wordt. Want dit systeem brengt nu eenmaal economische crisis voort. En daar komen dan ook nog de vreselijke crisis bij van de oorlogen en klimaatverandering. De crisis zijn weliswaar goed voor de aandeelhouders van de hedge funds en de wapenindustrieën en de olieindustrieën, maar ze maken de samenleving wel een stuk onleefbaarder. In plaats van echte oplossingen te bieden, houden ze de angsten opzettelijk in stand. Oké. Ga ik wel halen hoor. De staat zal in een kapitalistisch systeem deze personen nooit beschermen. En dus moeten we alle mensen en alle arbeiders helpen in te laten zien dat angsten die door de media en de politiek uitgedragen worden bliksemafleiders zijn. En dat hun oplossingen geen echte oplossingen bieden. We moeten die mensen en arbeiders laten zien dat ze meer gemeen hebben met een vluchteling dan met een rijke witte kapitalist. En dat het ook in hun eigen belang is om solidariteit te tonen en samen met de vluchtelingen op te komen voor hun rechten. Zij moeten ook bewust worden dat de vluchtelingen slachtoffers zijn van het kapitalisme en van de brute maatregelen van dezelfde staten. Minstens zo belangrijk is dat mensen niet zomaar vluchten. Er riskeren geen duizenden mensen de tocht naar Europa vanuit de rampen die puur uit de natuur ontstaan. Ze vluchten door systematische problemen in hun regio, die vaak mede veroorzaakt zijn door kolonialisme en imperialisme en die in stand worden gehouden door de huidige heersende klasse. Zo hoor, even een slokje nemen. De grenzen die getrokken zijn in grote delen van de wereld zijn enkel getrokken om de belangen van westerse industrieën te dienen. Die zetten nog steeds de ene tegen de andere clan of bevolkingsgroep tegen elkaar op. In de poging goedkoper natuurlijke grondstoffen te roven. Veel landen zijn enorm arm gebleven vanuit het kolonialisme en omdat ze volledig werden ingericht op de afzetmarkt in het Westen en grote delen van goud, zilver en soms zelfs mensen is gestolen. En door de gigantische rentes die ze moeten betalen aan westerse banken en regeringen. Dat een vluchteling uit Afghanistan niet geweigerd mag worden door Nederland is evident. Maar ook iemand uit Nigeria die in armoede opgroeit omdat Shell er miljoenen aan olie geroofd heeft en het land onvruchtbaar heeft gemaakt, zouden we niet mogen weigeren. We hebben dus geen enkel recht om tegen een ander mens in nood te zeggen dat ze niet op dit stukje planeet mogen wonen. Dus de enige oplossing is een grenzeloze wereld. En wat betreft de huidige politiek met PVV, helaas, het wordt steeds erger. De huidige politiek waarin extreemrecht zich in snelle tempo is gaan vestigen is zorgwekkend. Wilders heeft het over het strengste asielbeleid in Europa. De besproken maatregelen zijn in de praktijk onuitvoerbaar en belangrijker nog in strijd met de internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt. Het recht op asiel ligt namelijk verankerd in verschillende internationale verdragen en wetgeving vast. Maar een asielstop zou dan onuitvoerbaar zijn, maar dat zegt niks over de groei van de PVV, dat blijft dan gewoon doorgaan. We moeten dus samen in actie en dus ons organiseren. Maar hoe kunnen we een beweging bouwen die inziet dat solidair zijn met vluchtelingen en samenwerken met vluchtelingen in een gezamenlijke strijd in het belang is van alle gewone mensen? Hoe kunnen we verschillende strijdterreinen, van klimaat tot imperialisme tot antiracisme, aan elkaar koppelen, omdat deze allemaal met elkaar te maken hebben? Wat kunnen we leren van zelforganisaties zoals We Are Here en geweldige solidariteitsorganisaties als Migrate?
Deze vragen zou ik graag met jullie willen behandelen. Hè? Want samen moeten we er proberen uit te komen. Maar eerst geef ik het woord aan de voorzitter die waarschijnlijk netjes binnen de tijd... Super, heel goed. Ja. Dankjewel, Baisha. Super. Dankjewel. En inderdaad, Roos, jij mag jouw verhaal misschien ook aardig om iets te kort te vertellen. Of je dan nog niet van plan was om van Migrate te vertellen. Ja. Iedereen zal weten wat het is. Ja, ik ben Roos van Migrate. Wij zijn een organisatie die strijdt voor het afschaffen van grenzen, voor het afbreken van grenzen. De meeste mensen kennen ons omdat wij in Ter Apel tentjes en eten uitdeelden. Maar we doen hetzelfde soort hulpverlening aan de Europese grenzen en we komen ook in verzet in Nederland en op verschillende plekken. We doen meer campagnes en demonstraties en acties en druk op de politiek, maar we doen ook directe actie omdat we niet geloven dat we systemen van onderdrukking afschaffen als we het aardig vragen. Ja, mijn eigen achtergrond is ook in de hulpverlening. Ik heb lang aan Europese grenzen gewerkt en daar een heleboel verschrikkelijke dingen gezien. Mensen die echt gemarteld zijn door onze politieagenten aan de Europese grenzen. En dat heeft mij er ook toe gebracht dat ik niet meer geloof dat we alleen maar hulp kunnen bieden. Of dat het toevallig is dat er mensen verdrinken op zee of... Dat heeft me in doen zien dat dit een systeem is van onderdrukking en dat er echt een serieuze politieke strijd nodig is om van dit systeem af te komen. Ons einddoel is het afschaffen van grenzen en gelijke behandeling voor, zeg maar, dat er eigenlijk geen verschil meer is tussen de rechten die een Nederlander heeft en de rechten die welke migrant dan ook heeft. Dus eigenlijk is het vrijheid en gelijkheid. Het zijn hele simpele termen die al honderden jaren populair zijn, maar die nog steeds geen realiteit zijn. Wij zien grenzen ook als een manier, als een doorvoering van het koloniale systeem. Dus in het kolonialisme had je de koloniale overheerser en de gekoloniseerde. Dat was een apartheidssysteem waarin de Europeanen de macht hadden, de uitbuiting... mensen tot slaaf maakte of op andere manieren uitbuiten. En toen dat niet meer zo winstgevend was en er steeds meer verzet tegen kwam, werden landen gedecoloniseerd. Maar bijvoorbeeld het Nederlandse parlement, een van de argumenten waarom zij voor de onafhankelijkheid van Suriname stemden, was omdat ze geen zin hadden in, dit is letterlijk zo gezegd, dat al die bruine mensen hier naartoe zouden komen. Dus het afschaffen van de kolonie was een manier om de migratie vanuit de koloniën tegen te houden. Omdat tijdens de koloniale tijd het als iets normaler werd gezien om tussen de kolonie en de koloniale onderdrukker te reizen. En in plaats daarvan kregen we een systeem waarbij op papier alle landen gelijk zijn. Maar in de praktijk natuurlijk nog steeds de westerse landen... het geld, de bedrijven en de macht hebben en de dienst uitmaken in de rest van de wereld. En het hebben van grenzen is precies de reden dat we lage lonen landen hebben. Dus het feit dat een persoon in Pakistan of in Ethiopië 10 of 100 keer minder verdient dan ik hier op minimumloon, is omdat de grens een soort kunstmatige schaarste creëert. Dus het creëert een uitbuitbare klasse. In het globale zuiden. En het dwingt mensen om lonen en arbeidsomstandigheden te accepteren. Die mensen die hier in Nederland wonen nooit zouden accepteren. Dus niet alleen hier in Nederland. Dus ongedocumenteerde mensen of asielzoekers die hier niet mogen werken. Worden natuurlijk gedwongen om zich uit te laten bijten om nog iets te verdienen. Maar ook op wereldschaal is het grenssysteem, het migratiebeleid een manier om mensen te onderdrukken. En uitbuitbaar te houden. En inderdaad om de arbeidersklasse niet te verenigen. Ons doel om grenzen af te schaffen voor mensen is natuurlijk een super groot doel. En wij weten soms ook even niet hoe we dat bereiken. en dat roept de nodige weerstand op. Maar ik denk dat is een soort van super groot einddoel. Maar alles wat eraan bijdraagt dat migranten gelijkere rechten hebben. En alles wat eraan bijdraagt dat de macht en de invloed van het migratiebeleid op de mensenlevens van migranten vermindert. Zijn stappen in de goede richting. En dat maakt het veel concreter om er iets aan te doen. Dus dan kan je solidariteit en hulp bieden aan mensen die de grenzen over proberen te steken. Wij zijn niet tegen smokkelaars, want smokkelaars zijn ongeveer de enige manier waarop mensen nog kunnen migreren en kunnen ontsnappen aan uit het globale zuiden of uit oorlogsgebieden.
Dus word smokkelaar, alleen het liefst doe het gratis. Word een humanitaire smokkelaar. Maar een dokter verdient ook geld met het redden van mensenlevens. Dus een smokkelaar mag ook geld mee verdienen. Ja, we leven in een kapitalistisch systeem. Dus mensen moeten hun boodschappen betalen. Ook de smokkelaar. Ik kom later nog even iets meer terug op wat we concreet kunnen doen. En wat wij proberen concreet te doen. Ik wil nog eventjes in de politiek duiken. Ik zei al, wij zien migratiebeleid echt als een vorm van... als een politiek systeem dat gemaakt is om grote groepen mensen te onderdrukken. Wij zien vluchtelingen of migranten dan ook niet als kwetsbaar, als een soort natuurlijke situatie, maar als een gevolg van het doelbewust segregeren, uitsluiten van alles wat je nodig hebt om te kunnen overleven. En vervolgens gaan we ze dan een dekentje geven en een warme maaltijd, want ze zijn zo zielig. Maar geen gelijke rechten. Of we doen net het minimale wat nodig is om ze in leven te houden, maar we weigeren om mensen daadwerkelijk vrijheid te geven. En dit beleid is dus echt begonnen eigenlijk in de tijd van de decolonisatie. Dus het instellen van visa. Het grootste gedeelte van de geschiedenis, de tijd dat mensen op deze aarde rond hebben gelopen, waren er helemaal geen landen en paspoorten en visa. En dus ook in de koloniale tijd, ja, voor mensen die tot slaaf gemaakt worden, was er natuurlijk absoluut geen vrijheid van beweging. Maar voor Europeanen was het idioot om te denken dat je niet naar de rest van de wereld zou mogen reizen. Bij het afschaffen van de koloniën komen die visumbeperkingen in het zicht. En die zijn eigenlijk heel doelbewust voor arme mensen van kleur. Dus als je superrijk bent, dan mag je komen. Als je Europeaans bent, mag je ook de hele wereld overgaan. Maar als je het proletariaat uit het globale zuiden, die moet lekker blijven waar ze waren. Ik ben daarom ook een beetje sceptisch op al te veel angst voor de PVV. Omdat ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we beseffen dat dit beleid heel veel ouder is dan de PVV. Ouder dan Pim Fortuyn. Dit is uitgevoerd door partijen van het VVD tot aan het PvdA. En dat wordt nog steeds uitgevoerd. De koppelingswet die jij net noemde, dat is eigenlijk het systeem waarmee ongedocumenteerde migranten compleet gesegregeerd zijn geraakt in Nederland. We hebben misschien wel het beste systeem van uitsluiting van ongedocumenteerden ter wereld. Ik ken geen voorbeeld van landen waar het zo rigoureus is. Is door de Tweede Kamer geloodst door de PvdA. 25 jaar geleden. De opbouw van Fort Europa, waarin de Turkije die een hele belangrijke rol gespeeld heeft, is er doorheen geloodst door opnieuw de PvdA. En dat is ook niet zo verbazingwekkend, want dit zijn partijen die niet anticapitalistisch zijn en die dus belang hebben bij het in stand houden van ongelijkheid en het verdelen van de arbeidersklasse. Tegelijkertijd maken we ons wel heel erg zorgen over de opkomst van PVV en nu voor het eerst een PVV-kabinet. Als de spreidingswet afgeschaft wordt, dan is er een grote kans dat we weer met honderden of misschien zelfs duizenden mensen op het veld in Ter Apel staan. Of dat er ook kampementen gaan ontstaan in de grote steden. Als we de afschaf van ongedocumenteerde mensen stopzetten, dan komt een groot deel daarvan op straat. En daarnaast is er ook een grote kans, denk ik, dat wij gecriminaliseerd gaan worden. Dat gebeurt al een beetje, maar dat gaat niet beter worden. Maar ik denk dat het belangrijk is, hoe meer repressie er komt tegen migratie en tegen het bestaan van mensen hier, die door de staat zogenaamd geen recht hebben om hier te bestaan, hoe harder het nodig is dat we daar tegen in verzet komen. En wij vinden zelf het heel belangrijk om directe actie te ondernemen. Of dat nou hulp is aan de grenzen, wat het vergemakkelijkt dat mensen überhaupt nog de grenzen over kunnen steken. Of hier in Ter Apel het uitdelen van tenten. Of als hier in Amsterdam mensen op straat komen om te gaan kraken. Of om tentenkampen te gaan onderhouden. Om gewoon mensen in leven te houden. Dat is de bare fucking minimum, maar dat wil de staat niet doen. Maar ook om echt in actie te komen op de plekken waar het geweld gebruikt wordt. Ik zou heel graag een keertje naar de Europese grenzen gaan, die helemaal vol hangt met camera's, en gaan paintballen. Ja. We roepen op om een schijnhuwelijk aan te gaan om mensen die ongedocumenteerd zijn een verblijfsvergunning hier te geven. We zijn bezig met campagnes om deportaties tegen te houden. Daar kan je zelf
doen. Je kan vaak meegaan op een commerciële vlucht waarop mensen gedeporteerd worden. En je kan opstaan en weigeren om te gaan zitten zolang degene die gedeporteerd moet worden niet uit het vliegtuig gehaald wordt. Dat zijn allemaal manieren waarop je direct iets kan doen aan het systematische geweld dat mensen op de vlucht en mensen die migreren aangedaan wordt. Er is ook heel veel mogelijkheid, denk ik, om ons te organiseren op werkplekken. Jij noemde net van gemeenten kunnen geen hulp bieden aan ongedocumenteerden. Ik vind dat ze dat wel kunnen, maar dat ze dat niet durven. en ik vind dat ambtenaren, mensen die in een daklozenopvang werken, mensen bij de voedselbank, dat die moeten weigeren om te segregeren. Het is echt idioot dat je alle daklozen bijna in Amsterdam zijn mensen die uit Polen of uit Bulgarije komen. Omdat onze daklozenopvangen gewoon zeggen, ja, ga maar terug naar je eigen land. Maar de mensen die werken in die daklozen opvangen zijn denk ik niet begonnen met daar werken omdat ze zo graag discrimineren op basis van nationaliteit. Hetzelfde geldt voor de voedselbanken. Ongedocumenteerde mensen zijn daar niet welkom. Omdat de subsidies bedoeld zijn voor Nederlanders. Dat hoeven we als vrijwilligers of als hulpverleners niet te accepteren. Hetzelfde geldt voor zorgmedewerkers die vaak ongedocumenteerde mensen weigeren. Of asielzoekers die dan maar naar de... Het zorgsysteem in de AZC's moeten gaan. Wat geen groot succes is. Op al die plekken waar ongedocumenteerde mensen of asielzoekers of arbeidsmigranten of welke label er ook maar op geplakt is. Op elke plek waar zij gediscrimineerd worden, moeten mensen opstaan en weigeren om dat te doen. En ik denk dat er echt heel veel mogelijkheden zijn op heel veel plekken, want mensen worden op allerlei plekken uitgesloten. En dat betekent dat er op al die plekken ook verzet kan zijn tegen die uitsluiting. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om de massa's te mobiliseren, om mensen te informeren en om te laten zien aan het kabinet, aan extreemrechtse mensen, aan mensen die misschien nog niet zo goed durven, om te laten zien dat we niet alleen zijn en dat er heel veel mensen zijn die op willen staan tegen een extreemrechts kabinet. En voor echt vrije migratie. Niet alleen voor degene die wij zielig genoeg vinden of die genoeg belastinginkomsten voor ons binnenhalen. Maar voor iedereen. Daarom hebben we ook komende zaterdag de Nationale Move-demonstratie. Daarbij pleiten we voor vrije migratie, het afbreken van grenzen en tegen het PVV-kabinet. 2 uur op de Dam in Amsterdam. Kom allemaal en neem posters mee en maak reclame. En mobiliseer mee. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons niet gek laten maken door de intimidatie, door de criminalisering. Ik denk als de Palestina-protesten iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat hoe meer repressie er is, hoe beter het werkt wat we doen. We kunnen niet alleen maar braaf met een bordje in de lucht gaan staan en demonstreren, dat moeten we ook doen. Maar we moeten ook gewoon de strijd aangaan met dit systeem. Dit systeem... Er sterven duizenden mensen aan de Europese grenzen, maar op wereldschaal nog veel meer aan het feit dat mensen moeten leven in plekken, op plekken waar ze niet kunnen overleven. Ik ben hier in Nederland geboren. Ik heb daar helemaal niks aan gedaan. Dat is gewoon een paspoort. Wij noemen dat de birthright lottery. Dus hoe vroeger mensen in de adel werden geboren of juist niet. Zo word je nu met een Nederlands paspoort geboren of met een Palestijns paspoort. En dat maakt het verschil tussen een leven in veiligheid en relatieve vrijheid en een leven waarbij je helemaal plat gebombardeerd en uitgemoord wordt. Elke vorm van onderscheid op basis van nationaliteit is onverholen racisme. Het migratiebeleid als geheel is white supremacy. Dus het kan niet zo zijn dat we de asielprocedure ietsjes soepeler maken of de visumeisen ietsjes minder hard. Wij hebben niet het recht om hier te bestaan en tegelijkertijd dat bestaansrecht van andere mensen te ontnemen. Dus de enige echte oplossing is het compleet afschaffen van grenzen. En hoe we daar komen is ons met hand en tand te verzetten op elke plek waar mensen gesegregeerd worden. Dus ik wil jullie vragen om je daarbij aan te sluiten. In je eigen dagelijkse leven, bij protesten, bij actiegroepen die directe actie ondernemen tegen het migratiebeleid. En tot we allemaal vrij zijn. Dankjewel.